Welkom bij Gewoon Doen TV, aflevering 203. Vandaag het verslag van Funpop Zondag. Kom maar in. 3, 2, 1. Dat was het eerste optreden. En nu over naar Sarah. Hebben jullie er zin in dag 2 van Funpop? Ja, natuurlijk hebben wij er zin in dag 2 van Funpop. Dus hartstikke mooi weer. De mensen zijn weer blij, dus wij hebben er zin in. Alle teams voorbereid? Ja, denk ik wel. We zijn begonnen, hè. Dus iedereen is helemaal klaar voor. Komt helemaal goed vandaag. Nou, wens ik jullie veel succes met Funpop vandaag. Zet hem op. Toi, toi, toi. Nou, ja. Dankjewel. Graag gedaan. Ben je er klaar voor dag 2 met Funpop? Ja, zeker. Ja, heel gezellig weer. Hoort dat. We komen uit Doetinchem en Didam. Dus we een stukje rijden, een uurtje. Dus we verheugen ons weer op een gezellige dag. Ja. Zeker. En vooral genieten van de lekkere, van het mooie weer. Van de zonneschijn buiten. Ja. Mooie artiesten en zulke dingen. Ja, klopt helemaal. Ja. Wat vinden jullie zo leuk aan Funpop? Nou, dat het ook iets georganiseerd wordt voor de gehandicapten met een beperking. Dat vind ik heel fijn, want ik kom hier al meer dan 12 jaar, 13 jaar. Ja, ik ook dat er echt iets georganiseerd wordt voor mensen met een beperking en zo. En zelf heb ik ook een zoon die is autistisch, dus hij voelt zich echt hier op zijn gemak. En in een gewone discotheek is je niet happy, dus ja. Ik ben Jurgen Nijenpanning en ik ben heel erg trots om hier weer terug te zijn. En gisteren kreeg ik heel erg trots gevoel van. Het was heel lang geleden toen ik hier was gekomen. Voor corona, dat was voor mij gevaarlijk en ook voor mijn familie en zo. En gelukkig mag ik weer terugkomen, geweldig. Zijn jullie klaar voor Yves Berendsen? Waar zijn alle gezellige mensen en waar zijn alle handen? Waar zijn alle handen? Laat eens die handen zien. Dan gaan we met z'n allen. Ja!
aan. Er was iets moois ontstaan. En we konden haast niet wachten om naar huis te gaan. Jouw ondeugende lach zei mij dat alles mag. Vandaag mag alles. We wisten allebei al lang hoe laat het was. Oké, dan gaan we weer, jongens. Het leven kan een feest zijn. Je moet het zelf versieren. Oké, nog even één keer al die handen. Die handen, die handen. En we gaan zingen. Ik heb was Yves Berensson. Hij zong het nummer De Nio. En dan had ik er ook een beetje zin in. Ik vond het heel erg leuk. Ja? Ik heb genoten. Echt werkelijk waar. Ik was hier nog nooit geweest. Maar het is echt zwaar boven mijn verwachting. Echt, zo leuk. Dus je was hier nog nooit geweest? Nee, ik was hier nog nooit geweest. Ik was ook nog nooit in Horst aan de Maas geweest eigenlijk. Maar ook nog nooit op Funpop. Maar volgend jaar ben ik er weer hoor. Dat ga ik even regelen met de organisatie. En je zong op je 18e verjaardag? Nou, dat klopt niet helemaal. Ik was 19. Ik was 18 en ik werd 19. En toen zong ik voor het allereerst een liedje. En ik had eigenlijk als jonge Yves eigenlijk nog nooit echt de intentie gehad om zanger te worden. Maar ik zong voor het eerst en dat was eigenlijk, vond ik heel erg leuk. En andere mensen vonden het ook leuk. En zo is het eigenlijk een beetje gaan rollen. En welke artiesten heb je nou het leukst om mee te zingen? Dat is een goede vraag. Nou, ik heb net met Thomas opgetreden. Heb je dat gezien? Thomas Oudsoorn. Dat is een vriend van me. Daar zing ik graag mee. Maar qua bekende Nederlandse artiesten... René Vroeger? Denk dat ik die kies. Leuk. Ja, goed hè? Hartstikke bedankt. Heel graag gedaan, schat. En tot ziens. Heel veel succes vandaag, hè? Ja. Zet hem op, hè? Zet hem wel lukken. We gaan nu even naar Loes. Die staat bij de burgemeester. Voor wie kom jij vandaag? Ik kom eigenlijk voor de opening, want dat is de Boombox Band. Die vind ik hartstikke leuk. En ik kom eigenlijk vooral voor het festival. Ik kom gewoon omdat ik het leuk vind om iedereen weer hier te zien. En te zien hoeveel plezier iedereen heeft. Ja. Ik kom niet per se voor een artiest. Oh ja, ja, nu kan het weer, hè? Daarom, nu kan ja. Het weer. Ja, dus we gaan er gewoon lekker van genieten. Ja. Nou, veel plezier. Ja, maar goed, jullie ook veel plezier. Ja. En voor wie kom jij vandaag? Voor Mart Hoogkamer. Ik ga zwemmen, Bacardi Lamme. Ik kom voor Frans Deutsch. Ja, duik. Ouwe. Nou, dan gaan we extra knallen bij Frans Deutsch. Je denkt maar dat je alles mag van mij. Ja, nu ik zit hier in de kooi en jij bent vrij. We hebben het heel erg gemist en daarom gaan we deze dag gaan we knallen. Ik ben voor de eerste keer bij Funpop. Ik ben er nog nooit geweest, maar was voor de eerste keer dat ik erheen ben gegaan. Wat voor spullen hebben jullie allemaal mee? Wij hebben een partytent bij ons. Een partytent hebben we bij ons. En we hebben versiering meegenomen om het gezellig te maken vandaag. Ja. En hebben jullie er ook heel veel zin in? Wij hebben er heel veel zin in. Hebben wij er zin in? Ja. Wat verkopen jullie? Wij verkopen allerlei leuke spulletjes. Zoals je ziet, armbandjes, keycords, mokken, portemonneetjes, tasjes, petjes, rugzakken, kussens, zonnebrillen. En aan die kant kleding, van regenjassen tot vesten tot t-shirts. Dus, en er is al heel veel. Hebben jullie al veel verkocht? Gisteren was het topdrukte, de hele dag flink verkocht.
leuke shirts van Jan Smit. Die waren, gingen dus een treintje. Dus wij zijn tevreden. Ik sta bij Albert en bij Nick. We gaan ze even wat vragen stellen. Hoe vinden jullie het hier bij Funpop? Ja, wij vinden Funpop heel erg leuk om te doen. Wij van NIP gebruiken dit ook voor een deel als opleiding. Dus we zijn hier met 24 collega's. 24? Zijn er veel? Ja, heel veel. Cameramensen maken de. Die hebben collega's van Gewoon Doen TV bij de camera's. Dus die leren het een en het ander. We hebben op onze groep 8 mentors rondlopen. 8? 8. Die zijn er hoeveel? Die dit project helemaal begeleiden en in goede banen leiden. En wat doe jij? Dat is een goede vraag. Ik doe samen met ons team hier bij Funpop zorgen we voor de marketing en communicatie. Dus in ieder geval dat alles eigenlijk goed naar buiten wordt gebracht. Dat iedereen ook weet wat er op het festival gebeurt. Leuk. Ja, heel leuk om te doen. Ja, waarom het zo lekker weer? Het is heerlijk, hè? Heb je al ingesmeerd, Albert? Ik alleen maar. Albert, heb jij ook ingesmeerd? Dat is wel nodig, hè? Ja. En wij zijn ook heel blij om dat samen met de crew van NIP te doen. Dat is een hele mooie samenwerking. En daar zijn we trots op. En het voelt een beetje als een kleine familie, toch? De Funpop-familie. Ja, ondertussen is dit voor ons onze 4e editie. We zijn 3 jaar geleden zijn we begonnen met Funpop, ook hier. Toen kwam corona, toen hebben we 2 online versies gemaakt. Dat was best wel jammer. Ja. Vanuit Hilversum. Ja. En nu is corona weg en we zijn er weer. Ja, gelukkig. Het is hartstikke leuk. Mensen vinden het leuk. Wij vinden het leuk. Mooi weer. Prachtige stemming. Wat wil je nog meer? Ja, wat wil je nog meer? En bij volgend jaar, jullie weten misschien ook, want we hebben de 25e editie. Daar ben je natuurlijk ook al bij. Ja. We gaan samen weer knallen, Albert, toch? We gaan een hele bijzondere ervan maken. We gaan een hele mooie van maken. Ja. Hartstikke bedankt. Jij bedankt, hè. En veel plezier vandaag. Ja, dat zou wel weer lukken. Dan gaan we nu even weer kijken waar Loes is. Wat doe jij hier vandaag, T? Ik mag vandaag met mijn motor, mijn zijspan, mag ik bezoekers uitnodigen om in een bakkie te gaan zitten. En dan gaan we een parcours rijden. Dat is gaaf. Iedereen vindt het eigenlijk wel leuk. En ik hou natuurlijk ook rekening. Als ik iemand zie die een beetje gespannen is of die het een beetje eng vindt, dan rijd ik heel langzaam. Maar als iemand wat sneller wil, dan kan ik het een klein beetje sneller doen. Nou, ik denk dat mijn collega wel snel wil. Ja, wil gewoon een rondje. Gaan we toch gewoon een rondje rijden? Op het podium en dan zitten ze hier in de studio. De Dirty Daddies! Hallo. Ja, zeker. Hoe vonden jullie het Funpop-publiek? We vonden het heel funny. Het was heel, heel bijzonder voor ons. Ja? Supermooi publiek, superveel leuke mensen, knappe mensen en het was heel lekker weer. Hè? Ja. Lekker het zonnetje op het gezicht. Ja. Iedereen heeft lekker een kleurtje gekregen en het was fantastisch. Hoe vond je het zelf? Vond je het ook leuk? Ja, wel gelukkig. Hoe zijn jullie eigenlijk op de naam gekomen? Ja, dat is een hele gevoelige en goede vraag voor jou. We wilden eigenlijk maar 1 jaartje de Dirty Daddies doen. Gewoon even snel, 1 jaartje. Alleen toen hadden we een naam nodig. En toen hebben we dit bedacht en er nooit goed over nagedacht. Dus ik heb er niet zo'n goed antwoord op. Het is zo gegaan. Ja, het is. Als we hadden geweten dat we het zo lang zouden doen, hadden we wel wat anders bedacht. Misschien de Funny Daddies. Misschien. Ja, wat ook de Funny Daddies. Funny Daddies. We gaan daar even over nadenken. Misschien kunnen we het nog steeds veranderen. Ja. Nee. Zullen we de naam? Nee? Oh. Nou, toch geprobeerd. De Funny Daddies. Hoe zijn jullie begonnen als band? Nou, dat is, daar is wel een mooi verhaal over te vertellen. We kennen elkaar eigenlijk allemaal al 15 jaar. Alleen we zaten in verschillende bands. En toen stopte die band op hetzelfde moment. En toen zeiden we tegen elkaar, dan moeten we met elkaar een band beginnen. De Dirty Daddies. Dus eigenlijk zijn we gewoon hele goede vrienden. Die gewoon dachten, we gaan gewoon leuke muziek maken wat heel veel mensen kennen. En ja, zo is het begonnen eigenlijk, 10 jaar geleden.
Nee, we zijn met, inmiddels zijn we met 7 man in de band. En ook 7 man eromheen. Dus die, of 8 zelfs. Die stemmen de gitaren en die rijden ons. En het is best wel een grote familie geworden eigenlijk. Leuk. Ja, dat is superleuk. En waarom zijn jullie altijd in het wit? Ja, waarom zijn we altijd in het wit? Dat is ook weer zoiets, ja. Ja, je verzint dat een keer. En toen, ja, toen dachten we, nu moeten we dat eigenlijk ook volhouden. Toch, iedereen kent ons als de jongens in het wit. Ja. En, jongens in het wit. Smetteloze reputatie. En ja, daar houden we gewoon aan vast. Nou ja, en de eerste show die we speelden, toen regende het heel hard. Toen was er heel veel modder. Toen dachten we, wit, ja, is niet echt een handige kleur. Maar toen hadden we al gekozen. Dus we zijn voortaan de mannen in het. De mannen in het wit. Op Funkpop kan je ook lekker bewegen in de beweegarena. Staat intussen bij Diederik Nolten van Nebim. Diederik, jullie zijn hier de hoofdsponsor van Funpop. Wat doen jullie zoal? Wat bedoel je nu, wat we doen met ons bedrijf? Ja, met jullie bedrijf. Wij zijn met ons bedrijf hier werkzaam in de regio. In de regio Noord-Limburg, Midden-Limburg en ook Zuid-Limburg. En wij verkopen Volvo en Renault trucks en die onderhouden wij ook. Dus we hebben werkplaatsen en we zorgen dat de vrachtwagens kunnen blijven rijden. En wat doen jullie op Funpop met de hoofdsponsor? Ja, wij zijn eigenlijk in contact gekomen met Funpop door Thijs Rutte. Jullie voorzitter van de stichting. Thijs is ook een klant bij ons. En zo hebben wij gehoord van Funpop. En toen begrepen wij dat het het meest sympathieke festival van Nederland is. En toen hebben wij dat omarmd en toen hebben wij ons verbonden om te sponsoren. Eerst was dat voor 1 jaar, dachten we. Maar toen waren Els en ik, mijn vrouw en ik hier. En toen hebben wij gezien wat hier gebeurt. En dat vonden we zo bijzonder en uniek om dat mee te mogen maken. Dat we besloten hebben om ons meerdere jaren te verbinden aan dit mooie, sympathieke festival. Ja, want het is super gezellig altijd op Funpop. Ja, het is fantastisch om te zien hoe iedereen hier kan genieten. En dat zijn mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een fysieke beperking, mensen die weer als vrijwilliger meekomen met die hele groep. Dus iedereen draagt zijn steentje bij om er een fantastische happening en fantastische dagen van te maken. Loes is ook nog even langs geweest bij de verloren schapen. Hebben jullie er veel zin in? Ja, we hebben er altijd zin in. En vandaag ook. Het is zo mooi weer. Wat doen jullie hier? Nou, wat wij hier doen, als mensen niet meer weten bij welke groep ze horen, of als ze gewoon eventjes willen bijkletsen of een beetje uitrusten, dan komen ze hier even zitten. Maar vooral als ze hun groep kwijt zijn, dan gaan wij zoeken bij welke groep ze horen en waar die zitten. Dat is wel heel handig. Ja. Ja. En vandaag hebben we extra heel veel knuffels voor de verloren schapen. Want die zijn soms ook verdrietig en dan krijgen ze een knuffel van ons. Ja, dat is wel heel goed. Wel hè? Ja. Ja, het wordt mooi weer. Ja. Ja. Nou, veel plezier vandaag. Dankjewel. En jullie veel succes en lekker veel opnames maken. Ja. Wat moeten we zoal doen met een heet weer? Met heet weer? Lekker van het zonnetje genieten. Toch ook wel. Maar wel voldoende drinken. En misschien een beetje zonnebrand opsmeren. Ja. Dat je niet verbrandt. Ja. En hebben jullie al heel veel moeten EHBO moeten verlenen? Of niet? We hebben tot nu toe eigenlijk nog heel rustig gehad. We
Volgens mij heeft iedereen het heel erg naar zijn zin hier. En, Ze hebben pas net begonnen, hè? Dat ook nog wel, ja. Maar wel heel goed. Want het is eigenlijk niet zo fijn als jullie moeten komen. Daar heb je groot gelijk in. Maar ik denk ook, volgens mij is het een heel gezellig festival. Ja, dat is zo. Dus ik denk ook niet dat er... iedereen is een beetje lief voor elkaar, hè? En dat helpt wel, denk ik. Ja, maar het is toch anders dan andere festivals. Dus dan moet je dan hoor je ook lief te zijn van elkaar. Ja, daar heb je groot gelijk in. Ja, ja. Wat ben je hier aan het doen? Nou, ik ben even iemand een hanekam aan het maken. En er moet ook nog een kleurtje doorheen. Dus ik ben nu eerst met een gel te zorgen dat de haren omhoog gaan staan. En daarna ga ik er nog een kleur in gooien. En wat voor kleur is dat? Ik ga er blauw doorheen doen. En wat vind je er zelf van? Nou, dat was wel mooi. Ja, ik doe altijd thuis. Zoals bij jou, denk ik weet het zitten. En leuk. Ja. Het zit wel heel stoer. Heel cool. Ja. Wat? Maar aan wie ben jij de groetjes doen? Ja, doe maar aan papa. Aan mijn broers, aan mijn zus. Aan Katrina. En mama ook. En mijn zusjes ook. En... Ja, ik wou de groetjes doen van Jan Smit en Nick en Simon. Mijn broer en mijn zus en de ouders. Doe maar de groeten aan Toon. Ik wil heel graag de groetjes doen aan iedereen die hier al vaker is geweest. Inge en Sande. Succes met Pop. Aan Nick en Simon en aan Frans Duits natuurlijk. Thomas, ik hou van jou en jij moet ook zeker weten hierheen komen. Doe liefie. Emma Heesters. En waarom Arme Heesters? Dat ze knap is. Hi mom. Ik vind Funpop heel erg leuk hoe ze dat organiseren. En ik wil de groetjes doen aan Dolfijn. Ik wil de groeten doen aan alle vrolijke funpoppers, maar vooral aan iedereen van PSW Jalema. Aan mijn moeder, aan mijn vader, aan mijn klasgenoten en aan jou. En ook een groet van Gijs en mijn man en Sjeel. Die thuis is gebleven, die dit allemaal gaan missen nu. Aan mijn man, aan mijn kinderen en aan mijn kleinkind. Ik aan mijn man en aan mijn kinderen. Ik wil je groetjes doen aan mijn leraar, meneer Timmers en meneer Brouwer van school. En aan mijn zus. Aan een stationsweg in Dokkum, want ik woon in Dokkum. En ik ben vandaag voor het eerst hier bij Funpop met vakantie. Super geweldig hier, lekkere sfeer, mooi weer meegenomen. Groetjes Tim van Dolfijn. Ik wil heel graag de groeten doen aan Marie Thiele van het Kuiperplein van in Horst. Ik wil heel graag de groetjes doen aan mijn man en aan mijn vier kinderen, Sander, Marijn, Sjors en Floor. En alle mensen van Dolfijn. Voor de jaren horen mee. Dit was Funpop alweer van dit jaar. Volgend jaar zijn we er natuurlijk weer. Funpop bestaat dan 25 jaar. En dat vieren wij op 19, 20 en 21 mei. Wij zijn er dan natuurlijk ook weer bij. Jij ook? Tot volgend jaar. Tot op Funpop! We'll be right back.
Dit was Gewoon Doen TV voor deze week. Kijken jullie volgende week weer. Gewoon doen!